allemaal, dit is de Rimvlog en vandaag ben ik een dokter. Kijk eens al die patiëntjes die ik al heb gemaakt. Deze was er heel erg aan toe. Deze hier heeft zijn vin gebroken en zijn nek door een potje volleybal. Deze ook, een krokodil heeft zijn staart en zijn poot gebroken. En nog even duidelijk, dit is echt verband. En deze twee sukkels waren zo dom om dat te doen. Hun deze allemaal pijn doen. En deze ijsbeer had het ergste. Hij is van de klif afgevallen en toen werd hij aangevallen door een orka. Daar hebben zijn nek, zijn middel en zijn poot gebroken. Zullen we even kijken of er nog iemand even op de wachtstoel zit? Aha, wie hebben we hier? Het is een monster van Loch Ness. Wat doe jij hier? Wat is er met hem gebeurd? Hij heeft net verteld dat hij met zijn nek is gebotst tegen een boot. En trouwens, heel toevallig zat mijn oma, die is naar Schotland geweest en die zat in die boot. Dus mijn oma weet hoe hij zich voelt. Dus hij heeft nu zijn nek gebroken. Ik heb hier echt verband. En een echte schaar. En dingetjes om het verband vast te maken. En nu gaan we verband om zijn nek doen. Allereerst halen we dit verband eruit. Hoe verkopen ze dit in de winkel? Ogenblikje. Ik moet heel even een scheurtje papier maken. En dan haal ik het verband eruit. En die doen we dan. Waar is nou het begin? Oh ja. Die doen we dan om zijn nek heen. Zo. Wil je ook laten dokter worden? Het is hard werk hoor. Nou, niet dat ik een dokter wil worden. Maar het is wel leuk. Oké. Dan doen we nu een schaar. Want deze schaar is speciaal voor verband. Dus. Het is een hele irritante schaar. Ik heb hem bijna. Ik ben gewoon aan het hout hakken. Leeft de patiënt nog? Oké. Dit is klaar. Dan heb je nu. Dit is een dingetje. Daar kan je het verband mee vastmaken. Hier zitten twee haakjes. En hier, die kan je uittrekken. Doe je deze kant. Deze kant van het verband. En dan blijft hij vasthaken. En deze doe je dan aan de andere kant. En een beetje rekken. Zo, nu hebben we het monster van Loch Ness gered. Dankjewel. Nou, doei allemaal. En geef nog een duimpje. Of abonneer me. Dus doei!